Sinds afgelopen zondag moeten ook sportscholen om 5 uur 's middags dicht. Heel vervelend, want een hoop mensen sporten juist 's avonds. Ja, heel vervelend. Veel mensen willen een avond sporten. En nu moeten opeens onze tijden beperken. Dus moet je opeens overdag gaan sporten. Dus moeten meer mensen in kortere tijd proppen eigenlijk. En we hebben hier een gym waar je op afspraak kan sporten. Het is gewoon 1-op-1. Dus het voelt ons heel ook nutteloos dat we eigenlijk dicht zijn. Want er is hier weinig kans op besmetting ook. Bij Harbor Gym, gevestigd in het voormalige ING-pand in Nijmegen, worden 1-op-1 lessen gegeven. Knieën naar buiten, netjes. Er is geen open sportruimte, dus sporters komen niet met elkaar in contact. We doen alleen personal training hier, dus het is eigenlijk gewoon 1-op-1. 1-op-1 begeleiding, dus het is eigenlijk helemaal geen kruismomenten of contactmomenten met andere sporters. En het is op afspraak, dus je plant gewoon een uurtje in en eigenlijk zie je alleen je trainer. Dan kan je 1,5 meter afstand houden. En voor de rest zie je eigenlijk niemand hier. We hebben nog een robot die zelfs de drankjes en handdoeken rondbrengt. Dus op zich, dat hoeft ook niet eens een contactmoment te zijn. Dus eigenlijk, je geeft op afstand gewoon de instructies en je houdt afstand. En voor de rest kan je gewoon prima sporten hier. De situatie is natuurlijk heel vervelend, maar het zorgt wel voor creativiteit. Zo bouwde Sammy zelf een gym. Ja, dat heb ik allemaal gekregen. En ik heb dat van Life Max en van mijn oom heb ik dat gekregen. Mijn oom heeft een eigen sportschool in het buitenland. En die doet ook veel met fitnessapparaten. En daarvan heb ik het gekregen. Ja, fijn. Was vooral bij de eerste lockdown was het heel fijn. Omdat ik kon nergens sporten en hier was de enige plek waar ik kon sporten. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Zelfs met 2 bierkratjes kun je sporten. Ja, zeker weten. Doe er een stok tussen. Je hebt zelfs dat je kan bankdrukken en alles doen. Een beetje creatief kan iedereen wel. Ja, op zich. Eigenlijk kan je overal altijd mee sporten. Dus wat je zelf zou willen doen, pak keukengerei en ga gewoon aan de slag. Je kan van alles zelf doen. Ook met lichaamsgewicht kan je zelf aan de gang. Dus eigenlijk heeft iedereen een eigen sportschool in huis.